Want de vloer is gelegd. Wat? Ik denk dat je mijn hakken in de vloer ziet. Oeh. Heb je met je haren gedaan? Oh, nee, ik ben niet gemaakt voor honden. Hallo allemaal. Wij zijn de Nagekrekjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En het is vrijdagmiddag, al laat in de middag. En we zijn in Etten-Leur. Want de vloer is gelegd. En nu is er nog één dingetje in het plafond. En de loodgieter moet nog best wel wat dingetjes doen. En dan kunnen we hier starten. En de vriezer moet het nog doen. Maar dan moet de stroom ook nog van aangesloten worden. Mag je erop? Ja, je mag erop. We hebben twee uur de loodlaag. Er staan al voetjes op, dus er is al opgelopen. Ja, dit is, hier ben ik bij. Is dit een gietvloer? Dit is een gietvloer. De Bettina Hoeve, dat is zo'n kaasmakerij, zit ook in Etten-Leur. Daar ben ik gaan kijken voor deze vloer. Het is echt heel lang geleden dat ik hier geweest ben. Het is echt heel anders. Ja. De herken je niet meer terug dan? Nee. Heb je dit ook nog niet gezien dan? Ja, toen waren ze toen dat aan het doen, maar ik heb de wanden had ik nog niet gezien, plafond had ik nog niet gezien. Ja, hier zit dan een gat in nog, dat was een zaagfoutje. Ja. Maar dan komen ze goed op los. Ja, hier komen de ijzersjes te staan. Hier zo. Want, hier zitten daar. Zit je in het midden? Ja, zit ik in het midden heel dicht met de vriezer terug. Ja, dat is geweldig. Ja, daar ben je niet gewend, want ze staan ook zo dicht even aan. Normaal sta je tegen de muren aan te werken, zeg maar. Toch? Ja. Maar dat wil ik niet, expres niet, want ik wil om die machine heen kunnen schoonmaken en zo. En kunnen verrijden en dus hier komen dan eigenlijk de drie ijsmachines. Hier komen de pasteuriseerketels. Oh, eigenlijk even tussen. Ja? Ik moet heel even je broertje bellen, want die zei dat je moest bellen als je er was. Die wilde het heel graag zien. Moet je nou even doen? Ja, maar dat kost een half uur voordat hij hier is. Okay. Ik bel wel als ik... Als het er maar is. Ja. Heel hier, komen de werkbank voor af te wegen. Ja. Daarvoor ook zo'n hier stopcontactje en dingen. Dus dan weeg je hier af, dan gaat het hier weer even naar de ijsmachine, zeg maar. Dus gooi ik hier de ijsmachine. En dan hier komt de werkbank om de ijsbakken af te werken. Die moet ook nog komen, of die is alleen van... Nee, dat zijn die twee werkbanken van de ouders. De afwerkbank en de afwerkbank staat hier al. Dat is een wakkermaak bankje. Ja, dit moet ik de vriescel, maar ja, dat heb ik al laten zien. Moet die lampen nou niet aan? Oh ja, die stekker is eruit. Ja. Klopt. Ja, en ook, kijk, de goede plint en zo, het schoonmaken, dat is gewoon zo fijn. En dit wordt maar gezamen. En dan heb ik eigenlijk, zie je die eigenlijk, dit heb ik helemaal over. Wat? Ik denk dat je mijn hakken in de vloer ziet. Oeh. Ik zie daar allemaal putjes. Loop maar even op je tenen dan. Ja, ik doe ze wel even uit. Ja. Je weet het ook niet? Nee, ik zie het niet. Hier. Fijn. Nu zo. Het zat er al in. Het zit er al in. Nee, het is geen putje van mijn hakken. Nee. Schrik mij dood, ik ga er niet zo zijn dat ik naar niet kan. Okay. Nee, het is ook precies een beetje stroevig, zeg maar. Ja. Want het is hier snel nat op de vloer natuurlijk. Ja. Geen putje meer, hoor. Ik zie de putjes, ik zie wat jij doet. Ja. Je zit net, ja, ik weet niet of ik op de camera zit. Ik ga het niet zo zijn dat ik hier gewoon aan lopen, dat die vloer het dan ook nog een verfje of zo? Dan moet ik schil voor, want ik jou niet vragen kijken. Ik kan het goed. Zou ik mijn schoonvader naar leven vragen? Oh, die vindt dat misschien wel leuk. Ja. Misschien is Stan of zo ook wel leuk. Die heeft. Stan kan dat niet. Oh. Nee, ik bedoel niet dat kan. Maar er komen nog hoeken op, hè? Ja, afgewerkt van zaad. En hier moet ook even geschilderd worden, denk ik. Ja. Dit even deze deur moet ook even geschilderd worden, ja. Ja, een beetje dat container net... Dat alles moet schoongemaakt worden, dat is al geschilderd, hè? Ja. Ja, hier komen dan ook nog stopcontacten daar bovenin, daar zitten de gaatjes voor.
Ja, het moet wel in één keer klaar zijn, zeg maar. Want anders dan blijft het allemaal weer liggen. Ja. En hier komt ook nog een lijstje omheen, of niet? Ja. Hoeken. Ja. En hier wil ik gewoon een folie van het raam leggen waar naar binnen gaan kijken. Ja. Dan wil ik wel lekker daglicht hebben. Ja, dat vind ik ook wel. Dan zijn we verder geen ramen. Sta je ook zo... Ja. Dus en dan het volgende project wordt de opslag sorteren, of niet? Ja, dat ga ik nu laten zien. Er moet hier nog even een containertje komen. Het is hier, is het... ja, maar die bouwvakkers zijn ook bezig. Ja. En ja, hier is de pallets, heb ik al iemand voor. Die wil dat graag hebben. Nou, er ligt allemaal best wel oud ijzer tussen, dus dat moet ik weer opruimen. Koffiezetapparaat. Ja. Koffiezetapparaat van Roosendaal heb ik hier even snel weggezet. Maar dat is verkocht, dus die moeten we makkelijk in mijn auto. Dan ga ik allemaal die pallets allemaal goed zetten en ik moet zo'n palletwagentje voor daarboven hebben. Ja, een stapelaar. Nee, die stapelaar heb ik. Zo'n pompwagentje. Pompwagentje, ja. Ja, die kan ik al vinden, dat is niet zo spannend. Ja, als jij een pompwagentje wil zoeken. Ja, zo overleggen wij dat. Hè? Ik kom net thuis en ik zie Floortje. En eerst wat ik zeg, wat heb je met je haren gedaan? Waar zijn jouw krullen gebleven? Ja, gisteren had ik beauty en care als keuzetijd. En toen heb ik mijn haren gesteld en ja. Dus dat heb je gisteren gedaan en dat is het nou nog gesteld? Ja. Gisteren viel het mij niet op. Ik heb je gisteren niet gezien, want ik was naar de harmonie toen jij thuis kwam. Ja, want ik had bij een vriendin gegeten. Ja, krijg je een rondje voor me. Nee, dus aan de achterkant zie ik nou niks. Ja, klopt, want ik aan de voorkant zie. Vind je dat leuk, dat beauty en care? Ja hoor. Krijg je ook make-up, hè? Nee. Wat dan? Haren wassen en zo, maar dit is de eerste echte les die ik heb gehad. Dan. Moest je dan ook van klasgenootje haren wassen? Ja, ik had die van Liv gewassen, want het is een keuzetijd, dus je hebt dat maar één periode. En toen moest je met de steltang je haar stellen? Ja. En wat nog meer? Dat was het. Ja, je haren wassen moest je eerst doen, toen moest je het feunen en dan stylen of krullen of wat je ook. Ik ben heel anders. Gek hè, dat haar zo veel doet hè? Ja, maar ik wil nu wel een steltang hebben eigenlijk. Ja. Vraag je of je Sinterklaas of je verjaardag of zo. Dat duurt allebei nog echt heel lang. Ja, dan moet je geduld hebben. Hè? Of je gaat een haartje voor kawaitje doen. Ja. Nee, kan ook. Dat kost zo'n steltang. Licht gaan was voor soortje. Heeft er niet iedereen? Jawel. Nou. Ik heb toch wel mee fixen. Ja. Nou. Joh. En meer ligt iedereen? Weet ik niet. Want die is binnenkort toch weer naar Amerika. Oh ja. En, maar ik weet niet of zij er een heeft. Stan of Nout? Ja, die hebben allebei eentje volgens mij. Nee, tuurlijk niet. Oh. Ja. Nou, Louis wil aandacht van jou. Ja, Louis wil aandacht van mij. Hier is Louis. Hier, ik ga het goed laten zien. Ja, ik kan al zitten en poten, hè? Ja. Louis. Je wordt geroepen, Louis. Merel, die zei echt, wat moeten wij met een hond? Die gaat er nou heel veel mee om ook, hè? Zitten? Ik zie het. Ja, ik zit nu. Goed zo. Poot. Poot. Louis, poot. Ja! Oh. Nou, vraag ik maar eens aan je vader. Zitten. Ik zit al. Poot. Hier, hondensnoepje. Nee, ik heb geen hondensnoepje. Hier, wil je nog een keer? Dat is een klein stukje. Oké, zitten. Goed zo, poot. Ja! Louis! Zitten? Louis, kom eens. Kom eens. Kom eens. Kom eens bij papa. Ja. Zitten. Ja, ik doe even. Zit. 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 Of wat moet ik dan doen? Zitten. 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 Ik moet zo doen. Zitten. Hij denkt niet dat ik iets zeg, maar ik heb niks. Zitten. Poot. Poot. Ja, ik wil het doen. Ja, en nu heb ik niks meer. Louis. Kom. Kom maar.
volgens mij nu. Nou, mij lukt het niet. Ja, kom. Zitten. Louis, zitten. Zitten. Louieke, zitten. Zit. 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 Zitten. Zit! Zit! Mijn neus is niet echt. Nee, dat mij niet. Louis, kus! Kom eens. Nee. Ja! Zit! Zit! Je moet het zo boven zijn hoofd houden. Zit! Zitten! Zit! Zitten! Zit! Zit! Je moet zitten zeggen. Zitten! 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 Oh nee, ik ben niet gemaakt voor honden. Het is inmiddels 9 uur. En ik ga hier twee kindjes naar bed brengen. Papa slaapt al. Het is vrij. Het is weekend. Normaal ga je om 7 uur naar bed, dus je bent al 2 uur later nu. Pas op, zometeen val je heel hard, hè? Maar mag ik bij jullie slapen? Nee. Waarom? Ja, mijn papa ligt al te slapen. Mag ik daar echt heel veel zijn? Ja? Mama zal zo eens kijken, ja? Mama is bezig geweest om het bar al een beetje klaar te maken voor het feestje van Merel. Versiering, ballonnen. Er is één kapot gemaakt. Ja, één klapte er, hè? Ja, twee. Dus het is wel aan de kant. De tuin is dan aan hangtafel. Stil. Voorzichtig, hè? Dan mag ik even mee nemen, want dan is dus een ballon geklapt. En dan zit het dak er weer op, Junior. Ja. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat we altijd naar mijn opa gaan. Houdoe.